Welkom bij de eerste video van Vrijmibeurs. Dit is geen vrijdagmiddagborrel, maar wel een samenvatting van het belangrijkste economische nieuws van de afgelopen week in ongeveer 10 minuten. Dit is de eerste video van Vrijmibeurs. En vinden jullie het nou na het kijken van deze video interessant? Willen jullie het vaker zien? Laat dat dan weten in de reacties hieronder. Dan gaan we nu beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we normaal gezien 2 keer in de week, maar misschien met deze video erbij wel 3 keer in de week, een video over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zoals gezegd gaan we in deze video vooral kijken naar het nieuws. Laten we dan beginnen op afgelopen maandag met het belangrijkste nieuws van dat moment. Dat waren de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus hier in Nederland. Tijdens een vervroegde persconferentie werden die nieuwe maatregelen aangekondigd, juist omdat het coronavirus eigenlijk weer een opmars heeft, vooral in de grote steden. Maar ja, eigenlijk als voorzorgsmaatregelen op de rest van Nederland. Was wat nieuwe maatregelen die ook later in de week wat werden aangescherpt. Dat mondkapjes dragen een dringend advies werd, ook ja, in steden zeg maar buiten die steden die eerder in die week genoemd werden. Dat heeft natuurlijk impact op de economie. De horeca wordt denk ik op dit moment in ieder geval het hardst getroffen. Juist deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat we nog geen lockdown krijgen, want dat is helemaal slecht voor de economie. Maar wat we nu gaan zien is dat er eigenlijk ja, heel veel weer ontmoedigd wordt. Ga zoveel mogelijk thuiswerken, ga alleen winkelen, in je eentje natuurlijk, en alleen winkelen voor de ja, echt dingen die je nodig hebt. En ook het ontmoedigd wordt eigenlijk om naar de horeca te gaan. De sluitingstijd van 10 uur 's avonds. Minder mensen buiten op het terras. Minder mensen binnen in restaurants en cafés. En ook reizen wordt ontmoedigd. Natuurlijk voor Nederlanders binnen Nederland. Maar ook mensen die naar Nederland willen komen zullen natuurlijk nu wel afvragen van wil ik er echt nog wel naartoe? Juist met deze maatregelen. Daar hebben dus hotels ook weer onder te lijden. En dus heb je natuurlijk heel veel bedrijven. Niet alleen gewone kleine bedrijven. Maar ook beursgenoteerde bedrijven die hier last van hebben. Ik heb eerder deze week een video gemaakt. Ik zal hem hier even plaatsen. Dat ging eigenlijk over bedrijven die kunnen profiteren wanneer er een vaccin komt. Of juist profiteren zolang er geen vaccin is. Nou, denk aan bedrijven zoals Sligro bijvoorbeeld. Die eigenlijk wel weer een beetje ja, omhoog gingen. Het ging weer de goede kant op. Maar juist nu de horeca getroffen wordt, kunnen dus bedrijven als Sligro of Heineken, noem maar iets, ja, wel weer een beetje getroffen worden hierdoor. Sligro iets meer dan Heineken, omdat natuurlijk Heineken ook wereldwijd is en het op dit moment vooral in Nederland weer erg oplaadt. Andere landen weet ik niet zo, maar heb ik in ieder geval niet zoveel van meegekregen. Maar het is in ieder geval iets om rekening mee te houden. En ook zeker als je nu de tijd hebt om vast te kijken naar bedrijven van hoe hebben zij gereageerd of gedaan in de eerste crisis, in de eerste golf van corona. Kan ik me daar nu goed op voorbereiden, zodat ik misschien wel financieel gezien een goede beslissing maak waar ik kan profiteren de komende tijd. Dat is denk ik nu het juiste moment om daar vast op te gaan richten. Gaan we dan kijken naar het volgende nieuwsbericht van afgelopen woensdag. En het waren eigenlijk een paar nieuwsberichten die allemaal samenhingen met één onderwerp. En dat was reorganiseren. Juist vanwege de coronacrisis hebben heel veel bedrijven natuurlijk lastig. Kleine bedrijven, maar ook zeker grote bedrijven die het lastig hebben. Nou, de eerste paar maanden moeten ze een beetje aanzien van hoe gaat het? Hoe kunnen we hierop reageren? Maar nu het al een tijdje doorgaat op deze manier en dat waarschijnlijk lijkt dat het ook de komende maanden nog zeker op deze manier doorgaat of misschien zelfs nog wel jarenlang effect heeft op deze bedrijven, moeten zij dus met een plan komen om er ja, beter van te worden, in ieder geval voor de toekomst. Dat betekent vaak reorganiseren, oftewel mensen ontslaan of in ieder geval geen nieuwe mensen meer aannemen en mensen die met pensioen gaan dus uitfaseren op, zeg maar, op die manier. Ten eerste kwam bijvoorbeeld Shell met het nieuws dit te gaan doen. Een grote reorganisatie van tussen waarschijnlijk 7000 en 9000 banen wereldwijd die verloren gaan. Ook in Nederland dus heel veel banen. En dit is ongeveer 10% van hun totale aantal werknemers. Wat in de komende 2-3 jaar in ieder geval ja, dus gereorganiseerd wordt. Ook bouwbedrijf BAM kondigde een reorganisatie aan van enkele honderden banen. Het precieze aantal was nog niet bekend. Ook Tata Steel maakte bekend 850 banen te schrappen op deze manier. En ook KLM heeft hier natuurlijk mee te maken. Zij moesten gisteren op donderdag met een plan komen. En in dat plan, een onderdeel daarvan is in ieder geval dat er ontslagen vallen. Juist om zo het bedrijf wat financieel beter ervoor te laten staan. Juist omdat zij het ook heel erg moeilijk hebben. En dus alles kunnen gebruiken zeg maar, om een betere toekomst te hebben. En we zien dit nu dus al bij de grote bedrijven gebeuren. Maar we hebben van de week ook al gehad met de banken. Dat die op die dagen ja, niet zo goed reageerden op deze maatregelen. Dat komt natuurlijk ook weer omdat banken meer reserves moeten aanhouden. Omdat deze crisis langer aanhoudt dan we dachten,
gaan natuurlijk waarschijnlijk meer bedrijven failliet. Daar moeten banken op inspelen en juist hun buffers vergroten. Dus ga ervan uit dat het nu de grote bedrijven zijn die deze stap nemen. Dat veel midden- en kleinbedrijven nog gesteund worden door de overheid. Dat zij nog eventjes volhouden. Maar nu die steun langzaamaan wordt afgebouwd. Nu de buffers van deze bedrijven opraken. Zie ik het nog wel gebeuren dat in ieder geval in de komende 6 maanden waarschijnlijk heel veel mensen ontslagen zullen worden. Juist omdat er heel veel kleine bedrijven failliet gaan. En nou zijn dit natuurlijk niet de bedrijven waar je in kunt beleggen. Maar het heeft zeker wel impact. Omdat natuurlijk deze mensen wanneer ze ontslagen worden er een inkomen op achteruit gaan. Zij zullen dus voorzichtiger gaan doen, meer gaan sparen, minder geld gaan uitgeven. Als ze minder geld gaan uitgeven, zullen andere bedrijven dus minder omzet halen. En dat zijn vaak de bedrijven waar je wel in kunt beleggen. Dus op een indirecte manier zal het toch invloed hebben op of de aandelen die je hebt, of in ieder geval op de hele economie. Kijken we dan naar het belangrijke nieuws van gisteren, donderdag. Dat ging over oplichting van beleggers, zeg maar, via de telefoon. Vaak, in ieder geval, gaat dit via de telefoon. Ik denk dat jij daar misschien ook al ooit last van hebt gehad. Ik krijg regelmatig van dit soort telefoontjes waarin ik gebeld word. Vaak in het Engels en dan hang ik al vrijwel direct op omdat ik al weet dat het uiteindelijk te mooi is om waar te zijn en dat ik er toch niet op inga. Maar de AFM waarschuwt in ieder geval voor dit soort bedrijven, vaak vanuit Cyprus. Omdat ze daar een licentie hebben, mogen ze in heel Europa opereren, hun diensten aanbieden. Alleen vallen ze niet onder het toezicht van de AFM, dus je moet altijd opletten bij dit soort bedrijven. Je wordt dus vaak benaderd via de telefoon met een heel erg mooi aanbod. Dat je nu aandelen kunt kopen die binnen een paar weken verdubbelen in waarde. Sommige mensen gaan daarop in en leggen enkele duizenden euro's in. Andere mensen zijn zelfs honderdduizenden euro's kwijt. Want wat ze uiteindelijk allemaal gemeen hebben is dat niemand het geld wat ze inleggen ook uiteindelijk uitkrijgt. Dus het is gewoon oplichting. Dus let zeker op bij dit soort bedrijven. Maak gewoon gebruik van de bekende brokers. Brokers zoals de Rabobank, Bing Bank of natuurlijk de Giro, de broker waar ik het meest gebruik van maak. En links naar dit soort brokers vind je trouwens onder deze video terug. Dat zijn de bekende namen, de grote aanbieders in Nederland. En zij staan ook onder Nederlands toezicht. En dan tenslotte het belangrijkste nieuws van vandaag. Vanochtend toen ik wakker werd, zag ik het al op mijn telefoon, een notificatie dat president Trump en First Lady Melania positief zijn getest op corona. Nou, dit heeft natuurlijk ten eerste impact op het verkiezingsprogramma. Dus er zullen verschillende debatten zijn, nog verschillende dingen waar ze naartoe hadden willen gaan. Dat gaat op dit moment dus niet door. Op dit moment lijkt het nog wel goed te gaan met Trump. Maar ja, iemand die altijd zegt dat het coronavirus of de Chinese plague, wat hij noemt, dat niet, ja, veel te overdreven is en zo, is het op zich wel ironisch om te zien dat hij nou zelf getroffen wordt, dat hij zelf de verschijnselen hiervan gaat ondervinden, hoe het nou echt zit. En dit heeft natuurlijk ook impact op de beurs, want ja, dit is natuurlijk, de verkiezingen is natuurlijk onzekerder. Gaat het nog wel door op de datums dat het door kan gaan? Hoe gaat het met de gezondheid van Trump? Maar ook voor bedrijven, voor beleggers, ja, wanneer er onzekerheid is, is het, merk je dat op de beurs. Je ziet het nu trouwens ook al op de koersen voor beurs van Amerika. Staan we ongeveer 1,5 tot 2% in de min. Ook de AEX staat op dit moment in de min. Omdat we een beetje afwachten wat er in Amerika gaat gebeuren. En houd er in ieder geval ook rekening mee dat dit de komende paar weken nog wel zo kan zijn. Dat koersen heel veel schommelen of juist gaan dalen. Zolang die onzekerheid aanhoudt rondom dit onderwerp. Misschien neemt corona ook in Amerika weer wat toe. Ja, dat heeft gewoon effect op de beurs. Dus hou daar rekening mee. Profiteer er eventueel van. Zie je nou een aandeel dat heel erg reageert op dit soort dingen. Maar geloof je nog steeds in het bedrijf? Heb je wat geld achter de hand? Probeer dan in ieder geval dollar cost averaging toe te passen. En in ieder geval je gemiddelde aankoopprijs naar beneden bij te stellen door een extra aankoop te doen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. De eerste video van Vrijmeerbeurs. Laat even weten in de reacties onder deze video wat je ervan vond. Zijn er dingen die goed zijn, die verbeterd kunnen worden? Wil je het überhaupt nog bijvoorbeeld elke vrijdag terugzien? Laat dat even weten in de reacties. Ik ben erg benieuwd naar jullie feedback. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken misschien wel? Maar je helpt ook zeker het YouTube kanaal. Want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.